het deel van pensioengerechtigden dat vooralsnog geen beschikking heeft over hun pensioenuitkering, zullen dat maandag wel kunnen. Deze verzekering geeft het staatshoofd van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desiree Bouterse. Het staatshoofd voerde hierover overleg met de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, en de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer. De president betreurt het dat nog niet elke gerechtigde het pensioen heeft ontvangen. Dit is ook de reden geweest voor zijn interventie.